met Quilimbo, die samen respectievelijk 22, 13 en 22 punten wisten te verzamelen in de vorige manches. Tweede manches in het Azelof in Lier was hij er niet bij. Dus 44 plus 13, als we goed kunnen tellen, dat zijn er 57. Quilimbo is aan een goede reeks bezig. De zoon van Kidam Brevel, Malalumbus. Hosteiner die voor Stubboek zangerzijde is gefokt. Veel lichaamsgebruik op de sprong, een typische Kidam. Dat wil zeggen veel rug, veel schof boven de sprong, goede bascule, achteraan goed afwerken, een beetje langer in dat voorbeen. Maar hij is er toch handig mee. Ja. Extra karakter, hè? Ja, oké. Okay. Dat is die van Limbus. Limbus geeft paarden met veel poeder, zeg maar. Limbus heeft het bloed van Fier de Louis. Fier de Louis, daar komt ook die voskleur mede vandaan. Het zijn competitiepaarden. De paarden die je kan laten galopperen. Ik geloof niet dat Filip onderweg is voor een tijdfout. Voilà. En hij is competitief genoeg. Binnen de tijd. Dat begon mij al een beetje zorgen te maken over die tijd. Ik zeg veel tijdsoverschrijdingen, maar ja, je zag met hem dat het tempo er goed in zat. Hè. Inderdaad, het is niet dat de tijd super kort staat, maar je moet blijven doorrijden. En niet te ver gaan uitdraaien. En dan ben je eigenlijk makkelijk binnen de tijd. Goed, nou uitkijken naar de barrage. Zesde combinatie in die barrage. Het is een paard dat dit kan winnen. Hij is voldoende snel, hij is wendbaar. Als Filip zelf snel genoeg wil zijn, kijk eens wat hij dat doet. Nou ja, hij gaat ervoor. Ja. 40.09 is nog altijd de kloppen tijd. Ja, en ik denk dat die tijd stilaan in gevaar begint te komen. Nader nu de 30 seconden. Ja. En nu nog even goed doorgalopperen naar die laatste hindernis. Dat kan met dit paard, ja wel. Ja, wel. 37.06? 37.06, inderdaad. Ja, fantastisch gedaan. Met dan een hele spectaculaire sprong op die stijlsprong. Maar het loste dat fantastisch op. Mooi om naar te kijken, in ieder geval. Denzel van Meulenhof met Jimmy Vermeulen. En nu komen we echt in de hogere regionen van het klassement op dit moment.